Iedereen vraagt zich af hoe het kon gebeuren. De dood van de 20-jarige discotheekbezoeker uit Wierde is het gesprek van de dag. Er wordt volop meegeleefd met de familie van Mark Kleinjan. En als eerbetoon worden bij de ingang van de discotheek bloemen gelegd. Geloof ik erg voor de slachtoffers. Ja. Ja, want het zijn gewoon mensen die, die zijn zoon zijn verloren of de broer. Vind je dat er maatregelen moeten worden getroffen tegen de discotheek? Tegen de discotheek vind ik niet. Nee, ik vind dat de discotheek kan hier vrij weinig aan doen. En ze zijn goed beveiligd. En het had ook in een andere discotheek kunnen gebeuren. En ik vind dat Lucky Reis hier niet op moet aangepakt worden. Ja, ik weet zeker dat het hun bedoeling niet was, maar ik vind het wel erg. Kennen je de verdachten? Ja, ik kende ze wel. Wat voor jongens zijn dat? Ja, ik mocht ze wel. Ja, verder niet. Ik mag er niet mee. Mijn moeder zegt, ga maar naar Bul heen. Dat is betere bewaking daar en zo. Mijn moeder vindt het ook echt niet kunnen. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel jammer, maar ik vind het ook wel goed. Ik vind het zelf ook niet meer echt fijn om daar te lopen. Ik voel me niet echt veilig daar. De dood van een van hun bezoekers is een nachtmerrie voor het personeel en de eigenaar van discotheek Lucky. De verslagenheid is dan ook groot. Het is gewoon in één woord verschrikkelijk dat je dit zo plotsklaps kan overkomen. Wat doet dat met u als ondernemer? Het zet je enorm aan denken, omdat je ook zelf natuurlijk kinderen hebt die ook in de uitgaansleeftijd zitten. Ik ervaar het van dichtbij. Ik weet dat je er eigenlijk compleet niks aan kunt doen. Dit wat hier gebeurd is, had overal kunnen gebeuren. Het heeft eigenlijk niks met hier te maken. Het heeft echt, al had ik 1000 portiers gehad, dan had ik dit nog niet kunnen voorkomen. Ik kan je één ding vertellen. De twee portiers die dit gedaan hebben, of die dit hebben op, die deze jongen hebben geholpen als het ware. Dat zijn net kleine kinderen. Die werken voorlopig ook niet. Ik denk niet dat ze volgende week werken. Absoluut niet. Want daarover gesproken, hoe gaat het nu komend weekend? Ja, je gaat gewoon weer open, want het is natuurlijk ook de. Iedereen mag er rustig over praten. We zullen natuurlijk hier ook zelf een moment maken. En we zullen gewoon ons best doen om het gewoon weer goed voor te zetten. Het gebeurde in één keer. En daar sta je dan. Nou ja. Heeft u wat gezien? Ik heb meegemaakt. Ik heb alles meegemaakt vanaf het moment dat het slachtoffer in de EHBO-ruimte lag. En daar is gewoon met man en macht aan gewerkt om het leven te redden eigenlijk. Kende u de mensen die zeg maar zijn aangehouden? Ik bedoel, waren dat lastpakken? Nee. Bij ons waren ze niet eerder in beeld geweest. Op wat voor manier dan ook. Dus eigenlijk. Ik ken ze gewoon verder niet. Ze waren nooit opgevallen. Heeft u ook contact met de familie van het slachtoffer? Nee, dat hebben we nog niet gehad. Ik denk niet dat ze nu gelijk op mij zitten te wachten. Op het moment dat ze dat, of dat de tijd daar is, zou ik dat natuurlijk graag willen hebben. Op Landstede in Raalte zijn leraren en leerlingen diep geschokt door het overlijden van hun medestudent. Zondag werd de school voor docenten en studenten opengesteld, zodat iedereen die daar behoefte aan had met elkaar kon praten over de tragische dood van Mark. De vlag hangt half stok en achter gesloten deuren is een gedenkplek ingericht. Directeur Dobbe hoorde zondag van het overlijden van zijn leerling. En ja, dan komt er wel even een verhaal binnen wat je niet graag wilt horen. Dus vanaf het moment dat ik het bevestigd heb gekregen, zijn we natuurlijk in actie gekomen. Vanochtend samen met de leerlingen in een lokaal ingericht als herdenkingsruimte. Nou, de leerlingen hebben allemaal persoonlijke spulletjes, foto's en dergelijke meegenomen. En dat is ook echt de plek voor de leerlingen, waar de leerlingen ook met elkaar in gesprek kunnen, met elkaar kunnen praten en dingen kunnen delen. Want er is enorm verdriet onder de leerlingen. Voor Landstede is naast het verdriet ook het dubbele gevoel van de diploma-uitreikingen. In deze laatste schoolweek gaan die gewoon door. Dus dit is een week van afronden, van diplomeren. We hebben vanavond bijvoorbeeld gewoon een diplomering hier in huis met andere klassen.
Dus het gaat allemaal gewoon door. Er zijn dingen die je niet af kunt blazen. En ja, het is heel bizar. Aan de voorkant van het gebouw hangt de vlaghalfstok. En elders in het gebouw moeten ook de dingen doorgaan die er door moeten gaan. Maar daar hebben we wel een weg in gevonden.